Een hele goede morgen en welkom bij Koerskijken met John. Ik ben de Bitcoin Consultant en dit filmpje is educatief van aard en geen financieel advies. Vergeet de video niet te liken, dat is goed voor het kanaal. En we gaan meteen duiken in de grafieken. En ik heb nu de wekelijkse grafiek voor me. En waar we eigenlijk naar op zoek zijn, is een higher low ten opzichte van het laagste punt wat we hebben gevormd. En in de afgelopen weken, ik ga even alle lijntjes weghalen, de afgelopen 4 weken zijn we eigenlijk aan het stijgen geweest. En niks gaat alleen maar omhoog, dus er moet ook een trend worden veranderd. We zaten hier in een downtrend. En wat we nu willen zien is dat er een uptrend ontstaat om aan te geven dat we inderdaad hier de bodem hebben bereikt. En als we kijken naar de wekelijkse grafiek, zijn eigenlijk twee supportpunten, supportzones eigenlijk ook, waar ik naar kijk, waar die higher low potentieel kan worden gevormd. En allereerst is deze gele lijn hier, de 21 IMA, een belangrijk punt als support en die loopt op de 8200. En ik kijk naar de regio hier, net onder de 50 weekly moving average, deze lichtpaarse lijn en deze zone hier wat als support kan dienen. Ja, dus die higher low, die HL die we aan het vormen, die we moeten gaan vormen en die we wellicht al aan het vormen zijn, die zie ik op twee punten ontstaan eigenlijk. Deze zone hier, hè, is een sterke resistance geweest. Ik kan al even tekenen. Hier, deze zone hier is een sterke resistance geweest, dus dat zal ook een sterke support zijn. Dat valt ook samen met de 0,6184 Fibonacci niveau rond de $7800. En die is getrokken vanaf het laagste punt hier van de beweging naar de bovenkant van de beweging. Dus dat is een vrij logische target voor de higher low naast die $8200 die loopt bij de 21 IMA. Het allersterkste en het meest bullish zou zijn natuurlijk als het op die 8200 blijft. Dat zou ook de bovenkant zijn van dit neerwaartse kanaal. En dat zie je dan ook vaak wel gebeuren, dat er een uitbraak is, dat de koers daarboven breekt. Wellicht krijgen we dan een wick naar die $7800, 8000 tot $7800, om vervolgens wel boven de neerwaartse kanaal trendlijn te sluiten. Dus dat is als we even uitzoomen naar de wekelijkse grafiek. En waarom die $7800 tot $7600? Als we gaan naar de futures chart. Waar heb ik mijn futures chart? Ik weet niet waarom de volgorde veranderd is, maar hier heb je de futures chart. We hebben inmiddels de gap gevuld richting die $8900, net onder de $8900. En er zijn mensen die zeggen, ja, de vorige gap die hebben we ook al gesloten. Dit is hoe ik zelf zie als een gap gesloten is, als inderdaad ook de bovenkant van de gap is aangeraakt. En er is nog één gap die eigenlijk dus niet volledig is gevuld. We zijn er wel in geweest. Persoonlijk zeg ik dat die niet gevuld is en dat dat ook nog een potentiële target is. En die ligt tussen die $7700, net onder die $7800. Dus het kan goed zijn dat we inderdaad, als we nog kijken naar die wekelijkse grafiek, dat we nog verder moeten doorzakken dan die $8200. Dus de futures gap die is gedicht. En even kijken, ik moet even terug naar mijn dagelijkse grafiek. En die zien we hier. Wat we zien op de dagelijkse grafiek is dat in ieder geval de 12 IMA, deze blauwe lijn die we hebben, dat die nog steeds support is. En dat is een sterk argument voor de bulls, wat kracht geeft aan het bullish scenario, dat we hier wellicht een higher low aan het vormen zijn om vervolgens door te stoten. En waar we dan naar kijken is in ieder geval toch weer die resistance op de $9000 van de 200 daily moving average. En daarna kijk ik eigenlijk naar die $9500 wat hier dan weer een resistance zal worden. Maar goed, de gap is nu gevuld. Dus mijn verwachting was eigenlijk dat we eerst wellicht de gap gaan vullen en daarna terug naar $8200. Op de dagelijkse maken we wel een higher low ten opzichte van de low hier en houden we die 12 IMA. Maar het kan toch nog zijn dat we doorgaan naar beneden. Op de 4 uur grafiek waar we zo naar gaan kijken is er potentieel sprake van een uptrend. Wat dan vertelt dat we nog wel verder naar boven zouden kunnen gaan. Maar op dit moment houden we dus stand op de 0,618 Fibonacci niveau. En dat is dus een punt waar de koers vaak naartoe terugtrekt voordat het weer stijgt. Dus het kan goed zijn dat we nu alsnog iets verder doorgaan richting die $9000 om opnieuw die 200 daily moving average te testen. En daaronder zit dus die supportpunt waar ik naar zit te kijken, die $8200, wat hier een sterke resistance was en dus wellicht support wordt en ook contact van maakt met de downtrendlijn van het neerwaartse kanaal. En daaronder zit dan de 100 daily moving average, dus wellicht hebben we een wick daar naar beneden. Dus dit is de eerste cluster van sterke support die ik zie. En daarna zitten we dus te kijken richting die $7600 tot $7800. En overigens op dit moment zien we dat die $8800 weer een sterke resistance is. Dus we zaten in een kanaal hier. Nou, we zitten eigenlijk in een kanaal tussen de 84, 72 ongeveer
En de $8800, dat is weer een sterke resistance geworden. We zullen weer pas echt een richting hebben zodra de uptrend zich laat zien. Als we hier bijvoorbeeld, dit is de low, dit is een high. En hier wordt er nu een higher low gevormd. Dus wat we willen zien voor een stijging in de prijs, is dat er nu eigenlijk een uptrend wordt gevormd, waarbij er een high wordt gevormd. En dat we richting die 200 daily moving average gaan. Breken we nou dit punt hier op de 0,618 Fibonacci niveau rond de 84, ja even kijken, de $8500, 84,50 laten we zeggen. Als we dat breken, dan verliezen we ook de 4 uptrend en dan gaan we mijn inziens dus door naar de $8200. Dus, kortom, als we een 4 uptrend zien, dan gaan we door richting die 200 daily moving average. Als we de 84,50 gaan breken, dan is die uptrend op de 4 uur grafiek verloren. En ook deze lijn, wat een support is geweest omhoog, is nu een resistance geworden. Dus het is ook nu de futures gap gevuld is rond de, tegen de $8900, is het eigenlijk logischer dat we hier nu door naar beneden zullen gaan. En dat is het meest logische, tenzij we deze uptrend voortzetten naar boven. Nou, dat was het weer voor vandaag. Morgen ben ik er weer vroeg bij in de ochtend, dus dan staat de video om 9 uur weer klaar. Ik zou zeggen, happy trading en een hele fijne dag verder.